Yo, kijkers van Gaming met Max, vandaag weer een nieuwe Mindtopia Pre-Public video, mensen. Ja, we zijn weer op Mindtopia Pre-Public aangeland. En ja, mensen. Het is niet zo druk. Daarom gaan er veranderingen komen. Er gaan grote veranderingen komen, mensen. Gisteren was er een mededeling van de eventmanager Dandonia. Die kennen jullie allemaal wel. Die regelt dit allemaal. En zijn mededeling was dat er iets gaat gebeuren. Ja, er hadden nu iets van 300 mensen ranked die erop konden. Ja, 300 mensen die op een server kunnen. Zullen ze echt niet met 100 tegelijk online zijn? Dus daarom heeft hij besloten met de staf en zo allemaal. Dat er wat gaat gebeuren. Er gaat wat heel groot gebeuren, mensen. En dan ga ik het allemaal uitleggen. Ik ga ook vertellen wat ik ervan vind. Dus ja. Maar wat er gaat gebeuren is dinsdag. Zou er iets gaan gebeuren. Ook blijf ik elke dag nog altijd uploaden, mensen. Jullie vinden het nog altijd leuk. Dus ja, elke dag komt nog steeds een Mytopia pre-public video om 7 uur. Doe vast die like. Hopelijk kunnen we de 250 likes weer aantikken. Maar ja, nu verder. Wat er gaat gebeuren is, alle mensen met een rank, dus alle ranks die er bestaan op de DDG server van zilver rank tot diamond, dus een zilver rank die kost 5 euro. Obsidian rank, alle fan rank, alle staff. Iedereen gaat toegang krijgen op Mytopia vanaf dinsdag. Ja, het is dinsdag de... Even kijken, de 21ste. Of de 22ste gaat iedereen toegang krijgen, weet niet precies, dinsdag of woensdag. Gaat iedereen met een rank op de DDG-server toegang krijgen op Mytopia Pre-Public. Nou, wat gaat er gebeuren? Ik denk, hoeveel mensen hebben rank? Ik denk 1000, 2000 of zo. Dus ja, 2000 extra spelers of zo, dus ja. We gaan van 300 spelers naar 2000 spelers. Dat is ongeveer 7 keer zoveel. Dus, wat vind ik daarvan? Ik vind het goed, want het was een beetje dood aan het gaan. Ja, ik was een van de weinige actieven nog. Dus ik vind het... Hé, hey, we hebben geld. Doe koe. Ik vind het tof, want ja, hoe meer spelers, hoe meer wij kunnen verkopen. Hoe meer omzet er gedraaid, hoe meer winkeltjes er moeten zijn. Dus het is alleen maar positief voor ons. Dus ja, al die kleding zal ik veel sneller verkopen, omdat er veel meer mensen zijn. Ik heb ook nieuwe inkopen gedaan nog, zoals je kan zien. Deze heb ik ingekocht, dit hadden we nog. Dus ik heb me ook alvast voorbereid op dat er zoveel mensen komen. Daar heb ik nog een keer bruin enchanted ingekocht, nog een keer. Omdat het gewoon goed loopt, het is goedkoop, iedereen wil het, je krijgt er level voor bijna meestal altijd. Dus ja. En daarom vind ik het positief dat er meer mensen op komen. De winkeltjes zullen beter draaien, we zullen meer geld verdienen. Het is wel enkel één probleem, nou het eten is een beetje op en de winkeltjes zijn, nou ja. In het begin waren er te veel voedselwinkels en nu zijn er gewoon te weinig voedselwinkels die open zijn. Want ja, er is gewoon geen fatsoenlijke voedselwinkel open. En het enige wat een beetje goed is voor je fitheid is vlees en friet. En ja, Sirius heeft zo'n fruitwinkel of een groente, maar ja, wie wil nou groente, want dat is slecht voor je fitheid. Dus ja, dit is de enige, vleeswinkel, heb je nog Bakker Mitch, die verkoopt frieticus. En frieticus is goed voor je fitheid, dus daar ga ik altijd kopen bij Bakker Mitch. Dan heb je ook nog Soppie, maar die is veel te duur, die verhoogt zijn prijzen gewoon, maar dat ga ik echt niet kopen, want bij Mitch is veel goedkoper. Nou, dat staat er dus te gebeuren, mensen. Er komen dus duizenden nieuwe spelers bij. Ik hoop natuurlijk dat die allemaal wat kleding bij mij komen kopen. Dus heb jij een zilverrankje? Of weet ik wat. Of de mensen... Ben jij... Heeft geen haar meer. Je haar. Lol. Nou ja, in ieder geval. Dus positief. Hij heeft haar terug. Nou ja, een beetje tussendoor allemaal. In ieder geval, wil jij op Mytopia Pre-Public spelen, dacht jij 35 euro, dat is maar wat te veel. Je kan een zilverrank kopen, dan zou ik wel nog snel een zilverrank kopen, want misschien, ja. Of een gold of een diamond, ik zou het gewoon kopen, dan kan je erop. Op 22ste, of dinsdag, ik weet niet meer welke datum het was, dinsdag 21 of 22 februari. Of wat zeg ik nou, oh my god, jongen. Wat ben ik nou allemaal aan het praten, jongens? Ik heb het de hele tijd over de 22ste, maar dat is een week verder. Ik bedoel de 14e, jongens. De 14e of de 15e. Ik heb verkeerd gekeken. Dus gewoon, volgende week dinsdag, als je de video kijkt wanneer die is upgeload. Dus volgende week dinsdag, dat kan iedereen erop, is de, dan ga ik het ook nog goed bekijken. Dat is de 14e, mensen. Dat is over 3 dagen al. Ik heb het weer helemaal verkeerd, natuurlijk.
Dus ja, koop je zilver rank. Ik heb gehoord dat er ook een paar YouTubers rank gaan weggeven. Ja, ik mag helaas geen rank weggeven. Ja, misschien ooit wel, weet ik niet. Maar ja, in ieder geval, dat is de mededeling wat er gaat gebeuren. Grote veranderingen dus. Ondertussen is er ook extra dingen bij de inkoop gekomen. Ik ga gewoon even laten zien. Ook hoorde mensen dat ik langere pre-public video's ging maken. Nou, dat zullen we dan speciaal voor jullie gaan doen. Als jullie die 250 likes even kunnen smashen op deze video. En ja, tof dat we de 4000 subs hebben gehaald. Ondertussen dan weer 4100. Dus het gaat echt snel, mensen. Dat is echt tof. Nou, je hebt hier de kleding. Dan heb je hierboven heb je vitamines en vuurwerk, mensen. Je hebt nou vuurwerk. Vuurwerk. En vitamines. Kijk, dat is mooi. Dus als je een vuurwerkwinkeltje wil, vitaminewinkeltje, dat is nou mogelijk. Dus ja, dat is ook nieuw bij de inkoop. Dan is er nog voor de rest niet veel veranderd eigenlijk. Dat was het wel eigenlijk. Het is ja, het enige wat er gaat gebeuren is dat veel meer mensen bijkomen. Dus ja, dat is gewoon tof. Ook is trouwens deurmat is weer vrijgelaten. Daar heb ik een schadevergoeding voor gekregen. En dan was het eigenlijk de video, mensen. Bedankt voor het kijken. Laat achter wat jij vindt van de veranderingen. En of jij gewoon... Ja, of jij ook erop gaat komen spelen. Want ja, als je een VIP-rank kost 5 euro, dan kan je gewoon nog erop spelen. Dus ja, dat is natuurlijk tof. Laat achter als jullie dat gaan doen. Laat achter wat jullie ervan vinden dat het gaat gebeuren. Dat er duizenden extra spelers komen. Nee. En dan bedankt jullie voor het kijken. Doe een like op. Dan kunnen we 250 likes halen. Vergeet niet te abonneren, mensen. En volg me op Twitter. Linkje in de beschrijving. Tot de volgende keer. Doei.